Goedendag kijkers van Vrolijk. Ik sta hier naast Kees Breijer, voorzitter van het KDO. Meneer Breijer, in eerste instantie gefeliciteerd met weer deze geweldige bijeenkomst. Het wordt weer een uitverkocht evenement. Ja, dankjewel in ieder geval voor de felicitaties. En ja, we hopen inderdaad dat het vanmiddag en vanavond weer helemaal vol komt te zitten. Ja. Hoe zijn jullie er zo toe gekomen ook jazz te gaan doen? Want ja, ik kan me als kind herinneren, er was vroeger voetballen en er was turnen. Ja, en hoe zijn jullie er zo toe gekomen om jazz te gaan doen? Nou, dat is eigenlijk heel als je dat naar alle takken van sport kijkt, is dat eigenlijk heel logisch. Alle andere takken van sport, dus de gymnastiek zou ik haar zeggen, die zijn heel duidelijk in hun naam en wat er gedaan wordt. Voetbal, daar wordt gevoetbald en dan houdt het ook helemaal op. Volleybal is volleybal. Gymnastiek, dat is een heel rekbaar begrip. En in de loop van de tijd zijn daar zoveel vormen, bewegingsvormen bijgekomen. En op een gegeven moment kwam jazz en waar moet je dan jazz onderscharen? Ja. En toen was de gymnastiek zeg maar aan de beurt. Ja, zo hebben we als gymnastiekvereniging daarom een heel ruim scala aan sportvormen. Ja. Lukt het nog met alle concurrentie? Er zijn tegenwoordig zoveel bewegingen. Hè? Dan hoor je van aerobics en dan hoor je weer de Zumba of zoiets. Dat hebben we allemaal bij KDO. Dus dat hebben we allemaal. Dat doen we allemaal. Allemaal? Ja. Kijk eens aan, zover gaat het. Ja, ik kom van buiten, dus ik weet er weinig vanaf. Okay. En gelijk maar eventjes iets over vertellen wat jullie allemaal doen. Want we proberen natuurlijk ook een beetje reclame te maken. Ik wou eerst even dan zeggen dat we een schitterende mooie site hebben, KDO Lekkerkerk. www.kdo-lekkerkerk.nl. Streepje in het midden? Ja, in het midden tussen KDO en Lekkerkerk. En daar staan al deze diversiteiten staan erop genoemd, uitvoerig beschreven. Leiding is met naam en toenaam genoemd. De uren waarop je eens even kunt gaan kijken. En wat, en wat het kost. Nou ja, zoals je ziet, de sportel is niet meer te herkennen van wat het gisterenmiddag was, bij wijze van spreken. Dus we zijn gistermiddag toch al met een man of 10, 15 tot gisteravond, tot vannacht toe doorgegaan om dit allemaal te realiseren. Om het allemaal aan te voeren, op te hangen, in elkaar te zetten, et cetera, et cetera. En nou ja, we hopen dat het vanmiddag het resultaat oplevert wat we uiteindelijk voor ogen hebben met z'n allen. Ja. En vanavond het laatste dans. Afgeladen, hè, vanavond. Vanavond is het afgelopen is en iedereen vertrekt weer naar huis, want dat moment komt natuurlijk een keer. Ja. En daar willen we helemaal niet aan denken. Ik zie in ieder geval zeker nog niet, want er moet een heleboel gebeuren natuurlijk vanmiddag en vanavond. Ja. Dan gaat alles er weer uit. En dan is over morgenochtend om 3 uur, dan staan we weer in een hele kale sporthal hier. Nou, gefeliciteerd met de geweldige formule die jullie hebben met KDO. En zeker ook met het jazz. Ja, dankjewel. Met de voorbereiding wat ik hier heb gezien. De inzet van, de volwassenen, maar tot de peuters toe. De blijdschap die er vanaf straalt. We gaan er vanmiddag beelden van maken. Ja, nou, vast. En, met z'n allen van genieten. Ja. Oké, dankjewel. Geen dank.
how you're bending the truth. It's some cool boy. Why don't you try to behave instead of ruining my day? You're not in my hall of fame. You're bad news, boy. Don't you push and push and push and push and push and push.
Maar het is
did you come from, Cotton Eye Joe? Yeah.
er nog veel meer dan goud. En wees lief voor de jeugdvies. Zeg als je van iemand houdt. Geef een glimlach aan een vreemde. En voor iemand elke dag. En wees dankbaar voor de dingen die je vandaag beleven. Maar voor je leven.